Goedenavond. We waren net met de familie de kerstmaaltijd aan het nuttigen. Wat is er deze keer mis met meneer Scrooge? Zijn overleden zakenpartner heeft hem verteld dat hij door een geest uit het verleden, het heden en de toekomst zal worden bezocht om hem van zijn gierigheid af te helpen. Oh, oké. Maar wie zijn jullie dan en waar komen jullie vandaan? Oh, wij zijn hier voor het congres. We komen helemaal vanuit Amerika. Zo, ik zie dat jullie veel reizen. België, Litouwen, Indonesië. Misschien hebben jullie het zeldzame Belgiowesië-virus per ongeluk meegebracht hier naartoe. En is meneer Scrooge daarmee besmet? Ik ga wel even bij hem kijken. Oké, jongens. Ga op zoek naar aanwijzingen. Licht aan. Oh, lukt niet. Oh, nee. Heeft iemand een houten kruis en heel veel knoflook? Velma Dinkley? Ja? Velma, ik ben hier, de geest van het verleden. Kijk naar hoe je vroeger was. Zoveel talent. Met de gave om de gehele mensheid te helpen. De gave om alle wereldproblemen te verhelpen. Ik was vergeten dat ik het wc-papierprobleem bijna had opgelost. Velma, ik ben het. Freddy van hiernaast. Kan ik met je praten? Wil iemand met mij praten? Echt waar? Hey Velma, dit is Daphne, Shaggy en Scooby. Je moeder vindt het volgens mij geweldig dat wij er zijn. Ja, ze gaf ons zelfs koekjes als we zouden beloven met je te spelen. Daar doen we dit voor. Wij maken een team om mysteries op te lossen. Doe je met ons mee? Vragen jullie mij? Iemand heeft mevrouw Mooney's kersttaart gestolen terwijl die aan het afkoelen was. Hey! En de dief heeft deze afdrukken achtergelaten. Volgens mij is het een soort van geheimtaal dat... Dat zijn krassen die een wasbeer achterlaat als hij ergens op wil klimmen. Wasberen. Zie je, ik wist dat je perfect bij het team zou passen. Kom op, we gaan. Je hebt al je talenten genegeerd om mysteries op te lossen. Al je ideeën en uitvindingen zijn later door anderen ontdekt. Je lot werd vernietigd. Mijn lot is waar ik uiteindelijk terecht kom. Hoe kan dat nou vernietigd zijn? Het is nog niet eens gebeurd. Niemand vroeg om jouw mening, Juffie. Je verleden achtervolgt je. Maak je bang, ik weet het, want ik ben je verleden. Hallo? Gaat alles goed? Tik, 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 tik. Dokter Bugley? Wat is er gebeurd? Mevrouw Blackwhite zag hier staan en hoorde jou iets mompelen over wc-papier. Maar waarom wc-papier? Ik snap het niet. De geest van het verleden nam me mee naar toen ik klein was. Toen we elkaar hebben ontmoet. Juist! Dokter Bugley, succes met het helpen van dit arme verwarde kind. Gaat alles goed, Velma? Ja, het was alleen zo raar om weer terug te zijn. Ik was vergeten hoeveel ik... hoe gedreven ik was en... Laat maar. Het kan niet echt geweest zijn. Als uw dokter zeg ik dat ik niets kan vinden wat een goed glas kwik niet kan verhelpen. Hè? Ja, bedankt dokter. Ik neem het hier wel over. We bellen u zodra de telefoon is uitgevonden, ja? Help snel! Wat is er aan de hand? De geest van het verleden heeft me laten zien hoe gierigheid mijn eerste liefde heeft verpest. Ik voel dat genen en als je je niet goed voelt over je keuzes. Bedoelt u spijt? Ja, spijt! Het lijkt erop dat de geesten de wereld willen verbeteren door de kerstgedachten te verspreiden. Geesten maken toch nooit iets beter? We moeten erachter zien te komen wat ze willen. Shaggy, Scooby, Daphne, jullie blijven hier. Velma en ik gaan terug naar het kantoor van Scrooge. Het mysterie moet opgelost worden. Velma, kom je mee? Oh, ja. Het mysterie moet namelijk opgelost worden, zeker weten.